Dag allemaal, ik ben Ruben Raadschelders en ik ben van de Snijplank. Wij zijn een half jaar geleden begonnen bij de Minor Ondernemerschap. En wij liggen met ons product hier bij Spot, de pop-up store van de Hogeschool van Amsterdam. Spot heeft vanavond een pers-event en mag jullie even rondleiding geven door het pers-event van Spot. Heel graag jou eens vragen. Mariette, we zijn hier bij het pers-event van Spot. Vertel even, wat is Spot eigenlijk? Spot is een podium voor momenteel 28 producten van HVA-studenten. En de winkel zelf wordt gerund door 5 studenten van de Mino Ondernemerschap. Dus het is enerzijds een leeromgeving voor de studenten die de winkel runnen. Het is een retailomgeving voor de studenten die hun producten verkopen, zoals jij. Mag ik dat zeggen? Het best verkochte product is een beetje uit de winkel, de Snijplank. Toen ik coach bij de Mino was, heb ik zoveel studentenstartups naar winkels gestuurd. Continu van kijken of je daar in de collectie kan komen, of je daar kan liggen. En dan steeds kwamen ze gewoon terug met nee, met allerlei bezwaren. En dat was gewoon zo demotiverend. Hier kun je gewoon liggen met je product, hele mooie andere producten zien, klanten mee naartoe nemen. Het is gewoon echt een goed concept. Nee, echt het meest vette product vind ik die stoel. Van Plank. Ja. Oude spijkerbroeken van Tommy, die shredderen ze in kleine stukjes. En dan met duurzame lijm maken ze die stoel daarvan. Nee, maar daar, dat vind ik echt bewonderenswaardig knap hoe die jongens dat hebben gedaan. Wat ben jij van? Shuffly. Sorry? Shuffly. Shuffly, wat is Shuffly? Shuffly is een shuffleboard dat daar beneden staat. Zo van shoelen en curling. En heel leuk spel, maar je moet gewoon zelf uitproberen. Het staat toveren, man. Beide handen plat naast elkaar uit willen houden. Dus dat gaan we proberen. We doen het zo. Zij deze hand erop willen doen. En laat er niks bij in de buurt komen. Zij misschien je hand erop willen houden. En andere mensen ook allemaal. Dus allemaal. Ja, dat dik. Dan kan het niet anders dan dit. Mensen vragen mij wel eens over wat is nou het succes achter dat bedrijf Tony Chocolat. En we doen veel dingen leuk en veel dingen goed, maar eigenlijk is dat wat en dat hoe is niet het meest relevant. Het relevantste is waar we vandaan komen en daar wil ik al graag over vertellen. Dat is echt de why, de purpose, de missie waar we vandaan komen. Dat maakt daarna pas alles goed en leuk. Op Spot en de studenten!